Vissen, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand mei. We gaan een keer kijken wat er op dit moment voor jullie heel belangrijk is. Welke boodschappen er naar voren mogen komen. Voor de maand mei. Voor het collectief de Vissen. Welke boodschappen zijn er belangrijk voor het collectief, de visjes? Maar ik ga het toch doen. Ja, ik ga het doen. Ik was aan twijfel, heb je gezien? Nog twee boodschappen. Wat is er belangrijk voor het collectief, de Vissen? Oké, je valt in je eigen reading. Nog één boodschap voor het collectief de Vissen. Oké, het valt mij wel op. Bij de watertekens ligt er heel veel samenwerking. Ja, denk dan al de watertekens, vis, kreeft, schorpioen, toch wel een beetje in dezelfde energie zitten. Maar dat is, ja... Dat is wat mij wel opvalt. Kijk, Vissen, je ziet iets niet. Het ligt nog verborgen. Maar wat ligt er verborgen? Een samenwerking. Er kan hier een fundering gelegd worden om iets op te bouwen. Iets op te lossen. Dus er komt iemand naar je toe wat je niet ziet om iets uit te klaren. Want er is een bepaalde persoon die zich nog vastklampt aan je. Heel sterk aardeteken. Steenbok, steenbokenergie. Steenbokenergie. Heel sterk steenbok. Hoeft natuurlijk niet. Het kan zijn dat deze persoon gewoon heel erg koppig, traag is. eigenwijs. Want dan wordt hier zich vastgeklampt. En misschien een beetje een egoïstisch gedrag. Je hebt voor deze persoon diepe emoties, diepe liefde, maar je laat het ook niet tonen door angsten en onzekerheden. Maar er is iets wat je niet ziet en wat je niet ziet is eigenlijk de fundering die er kan gelegd worden om samen iets op te bouwen. Teamwork is a dreamwork, maar er gaan eerst dingen opgelost worden, uitgeklaard worden. Uitwerken, iets uitwerken samen. Maar op dit moment zijn er nog strubbelingen. Ga ik het doen, ga ik het niet doen? Ga ik mijn vis overwinnen of niet? Welke keuze ga ik maken? Ga ik de relatie hernieuwen? Het is een hele zware last. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik voel moeheid. Ik raak niet vooruit. Dus dit is eigenlijk iemand die op dit moment nog dingen vastklampt. En nog aan het struggelen is. Maar er komt verandering. Er komt sowieso verandering. Gaan ik je kijken. Dat is echt iemand die zich totaal kwetsbaar niet kan openstellen. Totaal niet. En dit is de uitzichtloze situatie. Deze persoon is aan het transformeren, is aan het veranderen. Ik heb wel het gevoel dat je te maken hebt, maar er ligt hier wel heel sterk aarde teken. Hoor. Maar ook schorpioen ligt hier en boogschutter. Maar ik heb heel sterk het gevoel dat deze persoon zich echt eenzaam voelt. Onzeker. Emotioneel er niet bij zijn. Een uitzichtloze situatie. Dit is iemand die een muur rond zich heeft getrokken.
omdat die persoon in het verleden enorm gekwetst geweest is en het hart staat niet open. Het hart wordt hier bewaakt, vastklampen van het hart, maar op de een of andere manier zich echt eenzaam voelen, twijfelen, in de steek gelaten voelen, een uitzichtloze situatie. Maar daar komt een bevrijding in. Deze persoon is aan het transformeren, gaat wakker worden, gaat bewust worden en gaat misschien bewust worden van: ik heb diepe liefde, gevoelens voor mijn vis. Maar dit is echt iemand die niet gaat opgeven. De wapens zijn niet neergelegd, maar het is een wounded warrior. Het is iemand die totaal niet kwetsbaar kan overkomen. En er zijn hier twee kaarsen uitgegaan. We gaan hier een keer kijken. Want ik heb wel het gevoel dat deze persoon een tweede kans wil. Hij gaat hier een judgment call krijgen. Wakker worden. Tweede kans wil een nieuw leven. Dat wordt ingeblazen. Zie je het? Voilà. De judgment call wordt geclarified met de wake-up call. Je hebt een zielscontract met deze persoon. Jullie hebben samen karma uit te werken. Dit is iemand die een tweede kans wil. Dit is iemand die het bewust gaat voelen en weet. Dit is puur karma eigenlijk, zielscontract, wakker worden, wake-up call, transformatieproces, awakening, bewust worden, bewust voelen, alles opeens anders gaan zien, gaan weten, om dan uiteindelijk die tweede kans te willen. Want die persoon voelt zich eenzaam, ze. Hij voelt hem eenzaam. Hij heeft een muur rondgetrokken, staat emotioneel niet open, bewaakt zijn hart, kan wat eigenwijs en koppig overkomen, maar de wapens zijn niet neergelegd. Deze persoon is echt aan het transformeren na even een judgment call krijgen. Kijk, het kan zijn dat uw persoon in het verleden bedrogen is geweest. Het zijn niet alleen de vrouwen die worden bedrogen, de mannen worden ook degelijk bedrogen. Maar deze persoon is bedrogen geweest. Vandaar dat er een muur rond zich heeft getrokken. Moeilijk openstaan voor de liefde, moeilijk kwetsbaar zijn, het moeilijk gaan tonen door onzekerheid, door geghost te worden, door bedrogen te worden. Maar diep van binnen gelooft deze persoon toch nog in de liefde. Heb je te maken met een stier. Allee. Er liggen wel heel erg veel aardetekenen in de visreading. Er zijn zoveel silly games geweest. Kijk, ofwel, het kan zijn dat je te maken hebt met... Wacht, hoe ga ik het uitleggen? Ik hoor alles zo heel veel snel, waardoor dat ik heel snel wil babbelen en dan over mijn woorden struikel. Ben jij deze energie dat uw persoon u heeft bedrogen met een stier, met een ander aardeteken, met een schorpioen? Het kan dat jij de persoon bent die bedrogen is geweest door uw persoon, waardoor dat uw persoon wakker gaat worden, de wapens nog niet zijn neergelegd en nog voor u gaat willen vechten en deze uitzichtloze situatie tot een bevrijding wil brengen. Maar ik heb wel het gevoel dat deze persoon zeker gaat terugkomen en u gaat testen in hoeverre hij kan gaan. Want de emoties, de intenties worden wel verborgen. Dit is iemand die niet kwetsbaar durft openstaan. Ik heb dat in het begin al gezegd en hier wordt dat bevestigd op mijn orakelkaart. Leren om kwetsbaar te zijn. Dit is iemand die niet kwetsbaar kan zijn. Het kan natuurlijk zijn dat u persoon bedrogen geweest is door zijn persoon, waardoor dat deze persoon daardoor niet kwetsbaar kan zijn. En dit is de uitzichtloze situatie waar een bevrijding gaat inkomen. Dus uw persoon gaat wakker worden. Dus nee, wat dat resoneert. Ofwel ben jij bedrogen door uw persoon, of uw persoon is bedrogen door een andere situatie, waardoor dat uw persoon op dit moment leert om kwetsbaar open te staan. De wapens zijn niet neergelegd. Uw persoon voelt zich eenzaam, twijfelt, onzeker. Maar hij gaat wakker worden. Hij gaat sowieso wakker worden.
Dat is erover, hè, met die kaarten. Die zijn zo super glad. Dan leg je wel heel sterk schorpioen en transformatieproces. Maar als ik mij niet vergis, lag er in de schorpioen visenergie. Als ik mij niet vergis. Dacht van wel. Nog twee boodschappen. Heel sterk schorpioen. Heel sterk schorpioen. Oké, deze persoon wil verandering. Deze persoon wil echt verandering. Dit is iemand die echt liefde heeft voor u. Echt waar. Als uw persoon u heeft bedrogen, daar ligt wel spijt in. Maar ja, spijt komt te laat zeker. Dit is iemand die wakker gaat worden en weten van, wat heb ik mijn vis aangedaan? Wat heb ik eigenlijk gedaan? Waardoor dat er spijt gaat liggen. En uw persoon wilt verandering, wilt alles tot een einde brengen, wilt alles achter zich laten, wilt eerlijk communiceren, wilt een nieuwe kans, nieuwe mogelijkheden. Dit is wat er eigenlijk verborgen ligt. Maar jij hebt angsten en onzekerheden. Er is wel wat verleiding naar u toe. Er is liefde naar u toe. Maar deze persoon kan echt niet kwetsbaar openstaan. Die heeft echt het hart bewaakt. Beschermt het ook. Maar het is iemand die wakker gaat worden, die in een transformatieproces zit, die veranderingen wil doorvoeren, die klaar is voor veranderingen. Als je te maken hebt met een schorpioen, schorpioenen hebben niet graag veranderingen. Dat is een vast teken, die houden zich meestal aan het oude vertrouwde. Maar toch staat deze persoon open voor veranderingen. Er liggen hier diepe emoties. Iemand moet door de angsten heen gaan. Er gaat eerlijk gecommuniceerd worden. Dit is iemand die verheldering gaat krijgen, duidelijkheid gaat krijgen en gaat willen communiceren. Maar sommigen onder jullie gaan deze persoon afwijzen. Nieuwsgierig, ja. Deze persoon is nog steeds nieuwsgierig naar u toe, heeft nog steeds interesse in u, maar heeft op dit moment een afwachtende houding. Wacht nog even af. Ja, ik heb gevraagd waarover dat er zou gecommuniceerd worden. Dat gaat over vereniging, tegemoetkomen. Ziet het weer al de tweede kans? We hebben de tweede kans 1, 2, 3 keer. Dus dat is duidelijk, hè? Dit is iemand die terug wilt komen. Die iets wilt gaan vernieuwen. Die eenheid wilt, gelijkheid wilt. Die opnieuw terug wilt tegemoetkomen. Maar eerst alles achter zich wilt laten. Veranderingen doorvoeren. Praten naar veranderingen. Eerlijke communicatie naar vereniging. Dit is iemand die nog altijd liefde heeft voor u. Waarom heeft deze persoon u dan bedrogen? Dat vraag ik mij dan eerlijk af. Waarom? Waarom heb je dat dan gedaan? Ik heb gevraagd, waarom heb jij het collectief de vissen bedrogen puur uit passie? Puur uit wellustige verlangens naar een actief seksleven, seksuele verbinding. Dit is puur om de lust geweest, puur voor de seks geweest. Waarom heb jij het collectief de vissen bedrogen? Waarom voor de passie?
De koning van Kelken heeft diepe liefde, sowieso, maar houdt ook heel erg van verleiding. Misschien is die bedrog geweest met een ramenergie of het kon in de ramseizoen zijn gebeurd. Of begin van de stierseizoen, of het kan bij een stier geweest zijn. Niemand dat resoneert natuurlijk, maar het was puur voor de passie. Uiteindelijk wil deze persoon commitment, hoor. Het kan zijn, vissen, dat je te maken hebt gehad met iemand die eigenlijk nog in een commitment zat. Waardoor dat deze persoon u alleen maar passie kon geven. Want er is iets uitzichtloos. Dat gaat bevrijd worden. Maar ik heb wel het gevoel dat deze persoon uiteindelijk een commitment gaat willen. Iets willen uitwerken, uitklaren, oplossen. Er is hier een kaart gedraaid. Een diepe vertrouwen voelen. Het kan een ram zijn, hè. Nog geen boodschap. Het kan zijn dat je te maken hebt met iemand met een hele hoge functie. Een vaderfiguur. Een slimme man. Met heel veel wijsheid, iemand die spiritueel is. En we hebben hier de koning van Kelken en de koningin van Kelken. Jullie zien elkaar graag. Jullie hebben liefde voor elkaar. Wat er ook is gebeurd van bedrog, die liefde is er nog steeds. Maar daar gaat er van geleerd worden. Dus ik heb het gevoel dat uw persoon, als hij u dit aangedaan heeft, er wordt daarvan geleerd met de Hierophant. Deze persoon wil werken aan een commitment. Maar houdt wel controle vast. Het is iemand die controle vasthoudt. Maar jij gaat wel sterkere grenzen moeten aangeven. Maar de liefde, die is er. Zowel van uw kant als van de andere persoon. En de persoon waar je mee bedrogen bent geweest, was puur voor de lust. Met de koningin van staven, ram, leeuw, boogschutter energie. Het was puur voor de lust. En dat heeft vertraging gebracht. En het is deze shit die allemaal achter zich moet gelaten worden. Want er was geen emotionele verbintenis met de koningin van staven. Het is nogthans iemand die heel stabiel in het leven staat, hoor. Een hele sterke masculine energie. Een mannelijke figuur. Echt een man. Maar er gaat hier geleerd worden. Er is nog steeds... Kijk, ondanks het feit dat er hier bedrog ligt, ligt er hier nog steeds een dieper vertrouwen. Hoe kan het nu? Het kan zijn dat deze persoon nu op dit moment single is, hoor. Met meneer Single Life. Hij is aan zichzelf aan het werken. Ik heb het gevoel dat deze persoon echt aan zichzelf aan het werken is. Was dat niet hier met die kwetsbaarheid? Ja, ja, kijk, voilà. Deze persoon is echt aan zichzelf aan het werken. Wat er allemaal is gebeurd, leert om kwetsbaar, meer kwetsbaarder te zijn. Gaat een tweede kans willen. Wilt uit deze uitzichtloze situatie eruit geraken. Wilt verandering doorvoeren. Wilt alles in het verleden laten. En is echt aan zichzelf aan het werken. Wilt ook samenwerken. Ja, deze persoon is echt in het verleden oneerlijk geweest. Dit is iemand die de lessen niet leerde. Wrong time, wrong place. De liefdesleven was geblokkeerd tussen jullie, maar er is een torenmoment geweest.
Ja, er is verdriet ook. Er is verdriet, teleurstellingen, maar er moeten hier wel dingen geheeld worden. Heel sterk schorpioenenergie en boogschutterenergie. Divine feminine en divine feminine en divine masculine die opnieuw samen kunnen komen. Er ligt hier sowieso een verzoening, maar eerst moeten veranderingen gebeuren. Eerst moet alles wat er gebeurd is achter zich gelaten worden, tot een einde geplaatst worden. Want er is wel teleurstellingen en er is sowieso een derde partij geweest. Er is sowieso teleurstellingen, verdriet, treuren, het niet kunnen loslaten. Maar er ligt hier uiteindelijk wel een verzoening. Maar dat is al geduld nodig. Er zal geduld nodig zijn. Er wordt geduld gevraagd, amai. Maar er is verleiding, hoor, tussen jullie. Er is echt wel verleiding. De situatie moet in balans gebracht worden. Emotioneel, spiritueel, mentaal, lichamelijk moet er iets in balans gebracht worden. Er moeten nog bepaalde situaties geheeld en verwerkt worden. En daar is geduld bij nodig. Maar dit is iemand die een verzoening wilt. We gaan even kijken wat uw persoon wilt vertellen. I know that I crossed the line with you. Ja, duh. Hallo. Gelukkig zit je daar wakker in geworden. Ah, nee. Ja, het is te veel. Ik ga ze pakken. You don't know how hard it was to let you go. I will wait for you. Oh my god. Het gaat niet meer voor te praten. I will wait for you. Ik wacht gewoon op een teken van u. Het gaat beter zijn in het Engels. Deze persoon wacht op een teken voor u. Het was heel hard voor deze persoon om u los te laten. Want hier staat er ook op van, I can't be trusted. Ik leer mijn lessen niet. Laat mij los. Maar het kan niet. Met de vijf van kelken, deze persoon kan u niet loslaten. Deze persoon zit ook in een leerproces. Probeer alles achter zich te laten. Er zijn diepe emoties, diepe gevoelens naar u toe. En deze persoon krijgt die wake-up call. Wat had hij u heeft aangedaan? Hij weet wat dat hij heeft aangedaan. Maar hij is aan het wachten op een teken van u uit. Ik zou het niet doen, hè, vissen. Als hij u dit heeft aangedaan, geen teken geven. Hij moet komen. Allee, je doet wat je wilt, hè. Maar er moeten hier situaties geheeld worden, in balans gebracht worden, sowieso. En onderaan heb ik hier, it's time for me to heal now. Deze persoon moet echt healen. Ja, misschien hebben jullie gezamenlijke muziek, waardoor jullie naar elkaar, aan elkaar denken door bepaalde muziek. Het kan zijn dat hij aan u denkt met een bepaald speciaal nummer. Maar dit is wel iemand die had gehoopt dat hij u beter zou behandeld hebben. Hij heeft u niet goed behandeld, deze persoon. Zeker met het bedrog. Maar hij komt, hè. Ja. Er moeten eerst dingen afgesloten worden. Zo, vissen. Ik hoop dat deze reading duidelijkheid heeft gebracht, dat je antwoorden hebt mogen vinden. Ik ben jullie super hartelijk dankbaar voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. En ik wens jullie nog een fijne dag toe. Bye bye.